Onze derde gast kent u van het andere net. Maar reeds in de moederbuik koos zij voor het cabaret. Zij studeerde Nederlands en Frans. Maar greep zodra zij kon haar kans op een carrière vol zang en dans. Want op de planken is zij heel wat mans. De zachte B van Breda ruilde zij in voor de harde A. Van ambitie. En haar leven is dan ook één grote generale repetitie. Ach, wie zou zich niet gaarne een weinig met haar verpozen? Hier is Adelheid, roep maar Roetje, Rozen. Oké, nou je pakt dan meteen een flesje, zie ik, hè? Je bent bij de hand. Dat werd me ingefluisterd. Oké. Ja, natuurlijk, Roetje. Ik zeg al Roetje ook, hè? Dat is een beetje indiscreet. Je heet Adelheid. Hartelijk dank. Wat een ontzettend deftige naam is natuurlijk. Ja, vind ik ook. Ja, hoe kom je aan die naam Adelheid? Nou, Adelheid, die heb ik gewoon gekregen van mijn ouders. En Roetje heb ik gekregen omdat ik van mijn vader, omdat ik toen ik geboren werd, toen ik was 2 weken laat. En toen had ik allemaal zwarte haar, een beetje blauw-zwart. En toen zei mijn vader tegen de zuster in het ziekenhuis, die lag in zo'n bedje, weet je, allemaal die kindjes op de zaal. En toen zei mijn vader, nee, dat zwartje, dat Roetje, die is van mij. Nou, en toen werd ik zo gehaald en toen zei mijn vader dat Roetje. En sindsdien noemt iedereen jou Roetje, hè? Want je bent in het tandere net van de TOS. Daar heb jij je tv-debuut gemaakt, hè? Ja. Dat zie ik goed, hè? Ja. Ik zou niks anders weten. Want je bent cabaretteuse van beroep, hè? Nou, eigenlijk niet. Ik heb de Academie voor Expressie gedaan in Utrecht. Ik neem even een slokje. Ja, natuurlijk. Op jouw gezondheid drinken we dan graag even. Ja. Nou. Ik heb de Academie voor Expressie gedaan in Utrecht. En dat is een docent dramatische vorming opleiding. En binnen die opleiding heb je allemaal verschillende, maar dit is een lange verhaal. Allemaal aparte afdelingetjes. En daarin heb ik vormingstheater gekozen. En daar heb ik eerst nog les gegeven en toen heb ik nog een jaar dansacademie gedaan. En toen werd ik gevraagd voor Purper. En dan... Purper is een cabaret, ja, hè? Waar jij met een stel jongelui pleegt. Nee, helemaal niet. Pardon? Niet een stel jongelui. Vertel eens even dan. Nee, wij hebben altijd een soort etiket van een groep, een studentengroep of een stel jongelui. Dat ik denk, nee, daar ben ik altijd heel fel op. Nee, wij zijn allemaal begonnen. We hebben heel bewust die keuze gemaakt om Purper te gaan doen. En het is niet ontstaan uit flauwekul of we doen maar even wat. Maar we hebben allemaal van die rockkostuums aan. Dus dat heeft iets heel studenticoos. En we hebben ook wel allemaal in het studentenmilieu gezeten. Dus maar het was toch de bedoeling eigenlijk dat jij lerares Frans of Nederlands zou worden? Had ik begrepen. Ja, oh god, ja. En dat is niet door? Nee, ik ben zo, ja, dat wilde mijn moeder heel graag. Maar ik ben zo... Ik werd eerst uitgeloot voor die academie. En dat mocht niet van mijn moeder. Want mijn moeder had iets van eerst een vak en dan vreubelen. Mijn moeder heeft zelf Frans gedaan. Is ze niet afgemaakt. Dus moest ik het afmaken. Mm-hmm. En toen kwam ik in Utrecht. En toen kwam ik echt op mijn fietsje. Reed de hele dag door de stad. En dan zag ik die leuke academie. En dan zag ik die vreselijke school waar ik heen moest. En dan werd ik alleen maar sipper en depressiever en naarder. En toen op een gegeven moment ben ik aangenomen. Bonbon. Nou, en tot ons genoegen ook, want Nico Scheepmaker die heeft ja, jou al... Ja, heb ik helemaal niet gelezen. Waar stond dat? Ja, ergens in een blad. Dat heb ik ook niet... Heb ik ook niet gelezen. Maar, wat leuk van die man. Die noemen jou de tv-ontdekking van 84. Oh, jeetje. En je bent ook een stuk leuker dan Yvonnie en Ron Brandsteder samen, toch? Oh. Oh, wat vals. Dat vind ik ook. Oh, vals. Oh, maar luister eens, vertel nou eens. Dat is ook vals. Want je bent dus op het andere net heette dat programma, hè? Dat was een... zogenaamd komisch bedoeld programma van Yvonnie, Brandsteder en van jou. Ja, even klappen, makkelijk. Maar vertel jij dan eens wat dan het leuke is van Yvonnie. Ja, ik ook. Oh ja, om haar en nou en op. Ja. Nee, maar het is ook, ik bedoel, het is in die opzet ook. Is het ook, ik noem het ook altijd gewoon mislukt, maar dat vind ik ook wel lekker. Want dan denk ik, ja, ik ben gewoon bezig met, ik bedoel, ik ben 26 jaar en men probeert eens wat in het leven. Tuurlijk. Nou, en zo rol je van het een in het ander en dan doe ik dit en dan doe ik weer eens dat. En denk ik, nou, dit gaat goed en dit gaat niet goed. En we komen in het voorjaar in mei terug met 5 nieuwe uitzendingen. Ja. En dan probeer ik het weer beter te doen. Ja, goed. Moet luisteren, maar jij gaat natuurlijk, al die jongelui gebruik je natuurlijk alleen maar om zo snel mogelijk solo te kunnen gaan. Wie jongen? Ron Ivo, de heren van Purper. Nee hoor. Dat stond ook in een of ander blad, gaat Adelheid Rozen haar vrienden verlaten of zoiets. Omdat ik daar met een soort, een van een rollenverhaal, je dat hoor. Dus dat vind ik af en toe ook wel leuk. En dat was een heel lang verhaal over
nou ja, dat ik weg zou gaan omdat ik solo wilde. Ik denk, nou, ik weet het niet, het komt meer en dat ontdek ik ook, dat vind ik ook heel ingewikkeld. Er komen steeds allemaal dingen op je af, omdat ik, ja, bedoel, ik ben nog best jong en ja, ik ben op een dag gewoon ergens ingerold. Of ik bedoel, ik dacht ik wil dat of ik wil zus of en dan kom ik s'avonds thuis en denk ik ging in mijn fout en dan wil ik dit weer. En dan, zo stel je alsmaar dingen mee, maar ik heb niet echt een heel erg duidelijk geformuleerd doel voor ogen van die kant moet ik op. Dan denk ik, oh, moet ik deze kant op? Oh, moet ik die kant op? Oh, nou, dan doe ik maar weer eens die kant. Oh, het is niet dat je denkt van, ik wil over 5 jaar zijn wat Tracy Ullman nou is. Nee, ik heb alleen... De Goldie Hawn van de Lage Landen. Dat heb je nee, niet? Ik heb alleen wel, en maar dat is precies het probleem. Je hebt een soort effect van, ik heb altijd zo'n beeld van, hier sta ik en hier is een bal. En het rolt allemaal voor je uit en dan denk je, oh, hij moet die kant opgeschopt of die kant opgeschopt. Oh. En dan... Ja, mag ik eventjes? Ja, vraag jij, ja. Kunt u ophouden steeds met de schoen van uw punt? U zit steeds in mijn broek. Ik zit toch u ook niet in uw broek. Josephine, jij zei gaat wat? U ver. Oh. Nee, wacht even. Ik wil mijn verhaal afmaken. Ja, maak af. Ik wil het even zeggen, want ik praat toch al zo chaotisch. Ik wil alleen maar even zeggen dat er dan door de omgeving iets op je afkomt. Ik doe mijn benen niet in mijn benen. Ik vind het wel lekker. Dat door de omgeving dingen op je afkomen. En daardoor ga je ineens afvragen wat je bent of wat je moet doen. Of wie je moet zijn. Liefst natuurlijk mezelf. Maar een beetje plannen is toch nooit weg? Ja, ik doe het altijd zo een beetje intuïtief. Laten we het even vragen aan Josephine. Want die heeft per slot wel rekening een carrière al van een respectabel aantal jaren. Geef haar eens een goede raad. Wat moet zij doen? Dat kan ik niet. Ik ben actrice, zij is cabaretière. En cabaretière, ik geloof dat daar... Nee hoor, ben ik niet. Wat ben je dan? Nee, want dat is weer zo de pest. Wat ben je dan? Dat ben ik niet. Dat weet ik niet wat ik ben. Dat wil ik ook nog helemaal niet bepalen. Ik wil morgen ook een... Je wil lekker bezig zijn. Ja, en ik wil... Mensen, doe dat dan toch? Ja. Ja, dat doe ik toch? Dat is ontzettend belangrijk voor jonge mensen om dat te doen. Ik wil gewoon allemaal... Je niet laten dwingen in een keurslijf. Misschien... tenminste kan permitteren. Dat heb ik toevallig... Ik heb er net een aan, maar... Ja, hij is een beetje te groot, die dingen. Ja, die is te groot of die andere zijn te klein. Kijk die boven in de kleedkamer. Ik zou zeggen, geef dat aardigheidje ertussen door. In het nieuwe jaar. O ja, nog allemaal een gelukkig 1986. Nee. Is een schuimsmachine. Is dat zo? Ja, geloof ik wel. Vertel eens even, Roetje. Roetje, als keurig Rooms-Katholiek meisje was je natuurlijk met kerstmis bij je moeder, hè? Nee, mijn moeder vond het heel erg, maar ik was er niet. Oh god, heb je toch met je moeder ook? Ja, ik heb allemaal moeilijkheden. En weet je wat ik ook zo moeite ben? U lijkt zo op mijn moeder. Vreselijk. Oh, dat is uit een stuk ergens. Oh nee. Ja. Oh, vertel eens even, ja? Dit is uitgekort, niet. U lijkt zo op mijn... Aha. Dat is een stuk van die regissering. Wat krijg ik nu voor een zin, Ja, echt? Nee, het is echt waar. Ja, maar het is waar. Ze heeft het boven gezegd. Ze zei, is het niet ze zag me en toen zei zij... Moeder! Ze luisteren even voordat het te leuk wordt. Even het volgende. Ik kan niet wachten. Jij hebt ook een van de nummers die jij zingt. Hè? En dat vond ik wel heel angstaanjagend ontroerend. Was, ik wou dat mijn moeder eens naar me kwam kijken. Ja. Dat ik, oh jee, oh jee, oh jee. Ja, oh jee. Maar ik vind, weet je wat ik ook heel ingewikkeld vind? Dat ik dit nou zit te vertellen dat zij dat ziet. Dat vind ik ook heel, want dat is, heb ik zoiets van, oh, dat is misschien ook heel kwetsend. Maar is er wel bij je komen kijken dan wel? Ja, ze is op de première geweest. Of, hoe was dat? Dat was heel leuk, want ik had, of dat vond ik, dat was een heel leuk beeld kwam er toen in mijn hoofd. Toen ik nog klein was, toen ik een jaar of 3, 4 was, toen zat mijn moeder op zo'n oude fiets, weet je, een hele grote ouderwetse fiets met zo'n standaard die je er zo onder zet, zodat die fiets zo rechtop blijft staan. Ken je die? Weet je wel, zo, niet met zo'n zijpootje, maar die rechte. Ja. Nou, en er zitten van die rode, er zit zo'n stoeltje achterop met zo'n ding wat dan zo over je voor je gaat. En dan zo'n rood zitje. Ken je zo'n rood zitje? Nou, en daar zat ik altijd in. En zei mijn moeder, ik denk dat mijn moeder altijd heel veel moeite heeft gehad met mijn, ik was altijd een heel wild kind. En dat ze dat gewoon heel, nou gewoon, daar is de moeilijkheid denk ik wel begonnen. Dat ze het gewoon niet goed kon hanteren of zo. En dan zit mijn moeder maar in dat stoeltje. En dan deed ze die klep zo erom. En dan zei ze,
ik ben even boodschap doen, rats, en dan ging ze de winkel in. En dan zat ik in dat stoeltje. En dan kon je helemaal niet, kon je dus helemaal niet bewegen. Ik bedoel, je kon niet, want als je bewoog, dan viel de fiets om, want die stond alleen maar op dat houdertje. Nee, maar dat was heel mooi. Nee, maar even een 2,5 jaar. En toen kwam en dus was ik op de première. En dat was in Haarlem in de Schouwburg. En het is een zaal, een zaal met een balkon met zo'n witte rand. En allemaal van zo'n rood pluche, weet je wel. Zo'n rode pluche stoeltjes en zo'n rood. En zo'n witte rand. En toen stond ik op het podium. En toen ging het licht aan. En ik werd in één keer, ik werd zo rustig. Ik ben van mijn ouders meestal heel nerveus. Denk je, oh, mijn ouders. En dan moet je eens wat bewijzen. Maar en toen werd ik heel rustig. En toen kwam er een soort raar fantasiebeeld in mijn hoofd. Alsof zij nu, alsof die leuning van dat theater, dat balkon, als een soort stoeltje was. En zij zat op rij 1, zo achter dat stoeltje. En ik stond op het podium. En ik liep gewoon naar links en rechts. En die spot volgde mij. En ik voelde me ineens alsof ik zei, even een boodschap doen. Weet je? Nou. Echt ontroerend vind ik dit. Oh ja, nee, maar schiet mij ineens te binnen, Josephine, dat... Kijk, zij heeft iets speciaals met haar moeder. Jij hebt volgens mij eens een keer gezegd, jij lijkt ook erg qua profiel op jouw vader. Ja. Eén profiel, één ziel. Nee, maar dat goed, nee, of, ja, het lijkt erop. Mijn vader nam afscheid en toen is er een foto gemaakt en die kwam dus in mijn handen. En daar kijken we elkaar aan op een heel bijzondere manier op dat afscheid in de stad Schouwburg als acteur. En toen heeft hij daaronder geschreven, twee gelijke zielen, twee gelijke profielen. En dat is ook zo. Ik merk toen ik nu naar de Jantjes keek, die nadrukkelijk denkt, het is waarachtig of ik naar mijn vader zit te kijken. Mm. Dat profiel. Dus dat heb is jij zo... ook altijd meer van je vader dan van je moeder gehouden? Anders. Ja, anders. Die kennen we. Nee, bedoel, hoe zit dat precies? Nee, ik bedoel, is het altijd zo dat... Mijn vader was acteur, mijn moeder zangeres. Mijn moeder heeft gezocht in het leven. Die heeft vele facetten van het politieke leven gevolgd. En daar zijn wij ook zeer mee geïndoctrineerd in onze jeugd, wat toch ook goed is geweest. We hebben een enorme geestelijke bagage meegekregen van deze beide mensen. Maar met mijn vader, die acteur was, had ik dus een zeer speciale band. En ja, die band die is bij zijn heen gaan, weggegaan. En dat is nooit meer, is er iets of iemand geweest. Dolf, mag ik jou wat vragen? Jij hebt twee dochters. Ja. En die hebben ook kinderen, denk ik. Die hebben één kind. Oh, en die oh ja. Nou ja, dat wordt wel ingewikkeld, ja, maar... Ja, dat vind ik ook. Nee, maar luister eens, die dochters van jou die zeggen nooit, moet papa weer zo raar doen? Ten eerste zouden mijn kinderen, al zouden ze het willen zeggen, nooit zeggen papa raar doen, want zij vinden namelijk niet dat papa raar doet. Hoe u aan dat idee komt, is mij een raad. Want u moet nooit vergeten... U moet niet vergeten dat ze naar uw programma ook kijken, begrijpt u wel? Maar wat wou u eigenlijk weten? Kijk, jij hebt twee dochters, hè? Ja, dat heb ik net al jaren gezegd. Dat dochters iets speciaals met hun vader hebben, meer dan met de moeder. Nou ja, dat dacht ik wel. En dat is vrij eenvoudig. Nee, dat is helemaal zo eenvoudig. Nee, dat zeg ik nu wel. Nee, dat is helemaal niet. Nee, want het is namelijk zo. Meisjes zijn namelijk heel anders. Ja, heel anders. Hun structuur is anders. En ik neem aan, andere dingen ook totaal anders. Hoewel ik dat langzamerhand vergeten ben. Want heel lang geleden... Kunnen we even to the point komen? Ja, dat vind ik ook. Dat is heel fijn. Dank je wel. Ja, nee, ga even door. Ja, en dan moet ik echt zeggen dat mijn kinderen zijn zeer trots op mij. Jawel. Nou, dat vind ik leuk. En jouw ouders zijn trots op jou? Ik geloof dat het waar is dat hij zegt dat de band tussen een moeder en een zoon sterk is. En een band tussen een vader en een dochter. Ja. Dat is zijn twee totaal. Dat heb ik in mijn leven ook gemerkt. Dat is waar. Heel fijn. Goed, mag ik dan tot slot, tenzij er nog iets is wat jullie per se even kwijt moeten. En wat ik in mijn vlugheid wat vergeten ben. Wil jij nog iets kwijt, Adelheid? Nee? Iets kwijt? Nou ja, ik wil... Ik wil niks kwijt. Nee, ik moet alleen wat bij. Oh, doe. Ja. Maar daar begin ik niet aan. Jawel, nou, het kan altijd nog leuker worden. Hè? Ja. We zitten nu aan het begin van 85. Wie is voor jullie de grootste oliebol van 84? Josephine. Van Ardennen. Van Ardennen. Moet u met mij niet mee beginnen? Ik vind niemand een oliebol. Want dan als ze een oliebol zijn, dan zijn ze zo. Dan kunnen die mensen ook niks doen. Adelheid, wie is voor jou de oliebol van 84? Oh. Nee, ik kan niet.
Ik ben truttig genuanceerd, maar dat kan ik niet. Dan ga ik nu de tweede vraag stellen, ook in het kader van de jaarwisseling. Jij bent een Siamese tweeling. Aan wie zou je waar het liefst vastzitten? Ja, aan wie? Aan Gerard Tolen zou ik wel vast willen zitten. Oh ja, en waar? Ja, oh, dan moet waar in... Amsterdam? Ik weet niet. Oh ja, nee, ik bedoel het meer fysiek dan geografisch. Ah! Aan zijn hand. Aan zijn hand, dat is lief. En Dolf, aan wie zou jij vast willen zitten? Ja, dat is een ontzettend moeilijke vraag. Het is namelijk zo, ik ben al 50 jaar getrouwd, begrijpt u dat? En het is hartstikke fijn en daar ben ik heel gelukkig mee, maar ik zou nu ook wel eens even los willen lopen. En me daar weer aan iemand vasthechten? Nee, dank u. Nou, dat is een liefdesverklaring, dat is heel leuk, dat is heel leuk. En Josephine, aan wie zou jij vast willen zitten? Ik heb geen speciale keuze, maar ik zou het liefst willen vastzitten aan die mensen die van mij houden. Aha, dat is in het algemeen idee. Dan ga ik nu met jou de laatste vraag beginnen. Als welk dier, stel dat reïncarnatie bestaat, als welk dier zou jij terug willen komen? Dat weet ik niet, want ik weet sowieso al dat ik in de dierenhemel kom. Oh ja? Ja, ja, dat weet ik. Oh, die is naast de mensenhemel, mag ik aan, denk ik, de mensenhemel. Ik heb geen zin om al die acteurs boven te ontmoeten. Dat vind ik vervelend. Ah, heel goed. Dolf? Maar als dier zou ik het liefste terugkomen als... als poes. Als kat, ja. De kat van ome Willem is op reis geweest. Ja, ja? Heel goed. Parijs. Ja, ja. Dolf? Als dier terug? Als welk dier? Dan zou ik het liefste terug willen komen als een duif. Ah, dank u wel. En Adelheid, mag ik nog even? Ik wilde even zeggen waarom. Omdat ik een duif iets prachtigs vind. Vooral als ze op mijn schoorsteen zitten en ze zitten van... Dan zeg je zo gauw, rot duif donderop. En zo is mijn hele leven geweest. Dan zit ik weer in mijn oude vak. Goed, Adelheid... Adelheid kent geen tijd. Als welk dier zou jij terug willen komen? Een zwarte hengst. Een zwarte hengst. De Black Stallion. Oh, is dat zo? Ja, dat weet ik heel zeker. Had je altijd al liever een jongen willen zijn? Nou, met afstudeerprogramma op de academie hebben we een programma gedaan. Wat zou je doen als dit de laatste dag van je leven was? Dat is ook een goede vraag, ja. Ja, en toen dacht ik, ik zou eens een keer een man willen zijn. Gewoon even om te... Nou, ik kan alleen maar zeggen dat het mij een dubbel en dwars genoegen was jullie drie hier te ontvangen. Het is een combinatie geweest zoals ik me niet had durven dromen. En ik vond het heel prettig om jullie drie hier te ontvangen. Mijn dank. U heeft al gezien waarschijnlijk wie zo aardig was vandaag de gasten te introduceren. Ben jij familie van Madame Curie? Gelukkig niet. Oh, pardon. Hou jij van kip met curry? Kip carrière noem ik het altijd. Kip carrière. Dat is Adam Curry van Countdown en andere programma's van Veronica. Bedankt, Adam, voor de manier waarop je de gasten hebt geïntroduceerd. Graag gedaan. En dames en heren hier en dames en heren thuis, de gasten zijn hier en daar wat uit de bocht gevlogen, maar u moet maar denken wat Wim Kan al jaren terug heeft gezegd. De beste verpleegster laat wel eens een steek vallen. Dit was Reur. Tot ziens. Tot Reur. Dit was Reur. En dit programma werkte mee Josephine van Gasteren, Dolf Brouwers, Adelheid Rozen, Adam Curry, Liesbeth Bronkers, Teun de Winter en Claire de Lee. Regie Jeroen Kampel, samenstelling en productie, Gert-Jan Breuken en Jan Lemperink.